Mijn oorspronkelijke verhaallijn is misschien af. Maar het aanklooien, dat begint nu. Hallo. Welkom bij de Detroit Experience. Ja. I'm an android and I'll be your hostess. Ze is echt Welcome to the flink Detroit goed gereset. Experience. Ja, mensen waren niet heel blij. Aan het einde van de vorige aflevering kreeg ik de keuze. Chloe wil weg. Laat je er weggaan? Of dwing je haar te blijven als je persoonlijke slaaf? En ik zei ja, aan de ene kant gun ik Chloe heel erg die vrijheid. Maar ze is zo'n leuk beginscherm. Dus heb ik ervoor gekozen om haar te houden. Heel veel mensen waren boos, maar ik las op het internet ook heel veel mensen die heel erg baalde dat Chloe weg was. Die hadden gewoon een compleet leeg beginscherm, zonder leuke gastvrouw. Dus deze week komt er een nieuwe update. Als jij je Chloe hebt weggestuurd, kan je alsnog later weer een nieuwe nemen. Wat redelijk het hele doel verslaat van geef de androids vrijheid. Oké, heel eventjes en dan maar weer terug. Dus ja, we hebben lekker Chloe nog. Misschien dat ze later nog een keer vrij wil. Wat gaan we nu doen met de game? Meerdere mensen hebben voorgesteld, begin weer helemaal bij het begin. Maar als je zoveel mogelijk eindes wil pakken, is het slimmer om eerst bij het einde een beetje te sleutelen. En dan daar hele andere eindes te pakken. En dan later pas helemaal vanaf het begin daar dingen te pakken. En dan daar weer andere eindes op te pakken. Het eerste wat ik wil doen, het allereerste, omdat we toch zo in dat hele Chloe verhaal zitten, is terug naar die ene missie. If a man has not discovered something he will die for, he's not fit to live. Goeie quote. That's a quote from Martin Luther King. I thought you'd like it. Ja, dankjewel. Gooi meer quotes naar me toe. Zie je? Dit is een goede bot. Die moet je houden. Ik wil terug naar het hoofdstuk Ontmoet Kamsky. Waar we de keuze kregen om Chloe wel of niet dood te schieten. Ik heb Chloe toen in leven gehouden. Geen moeite. Het lijkt me nu leuk om er gewoon vol door de bakken te knallen. Gewoon even om te kijken wat er gebeurt. Laat het trein. Ja, maak kennis met Kamsky. What do you really want? Goeie vraag. De vorige keer was ik voor mij redelijk aardig. Laat ik deze keer agressief gaan zijn. I believe we're the ones asking the questions. Oei, oei, oei. Pittige man. I'm sure you're familiar with the Turing test. Ah, kijk, daar gaan we. You're formality. Simple question of algorithms and computing capacity. Arme Chloe, eerst hou ik er als slaaf en nu dit. What interests me is whether machines are capable of empathy. Ja, de vorige keer wel. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Young and beautiful forever. Verder moet ik even zeggen dat ik dat de Android lied al de hele dag in mijn kop heb. De hold on. What is it really? Just a little while longer. Ik word er helemaal gek van. We're a living being. Voor de rest, het maken van deze video's kost best veel moeite in vergelijking met de normale Detroit video's. Maar dat is geen moeite. Ik vind het ook vooral zelf best wel leuk om te zien wat ik kan bereiken met een beetje aanklooien. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine and I'll tell you all I know. Het is wel een goede deal. Or spare it. If you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Ja, dat was de vorige keer. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you What's out of more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Decide who you are. Ja, ik heb net al bedacht wie ik ben. Ben een lul. Obedient machine. Our living being. Endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you. Deze scène was echt heel vet. Fuck! Test negative. You choose your investigation over the life of another android, you feel no empathy. Oh. Is do it, do it! Ah, oh, je deed het. What the fuck, gast? Waarom deed je dat? I'm a man of my word. Ask one question. Huh? Je zei, ik vertel je alles wat ik weet. Nu is het, ik vertel je alles wat ik weet over één vraag.
RA9. We zijn nog steeds niet uit wat RA9 is. Wat is RA9? I want to know who RA9 is. RA9. The origin. The first android to awaken. A strange phenomenon, like a spontaneous religion. I don't know who RA9 is. I don't even know if it really exists. Oh, no. Maybe it's a messiah. Goeie info, Maybe it's just a myth. But deviants need to believe in something bigger than themselves, even if it's irrational. That's something they have in common with humans. An interesting question, Connor. But maybe not the one you needed to ask. Oh. Dan moet ik ook nog eens het hele hoofdstuk door en die andere twee keuzes proberen. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people? Or stand against your creators? Oh, ik speel allebei de verhaallijnen, Kempsey. Geen probleem. What could be worse? And choosing between two evils. Nothing to choose between two evils. Yes! Vette quote. Ik vind Kempsey wel een vette gast. Behalve dat hij een beetje een lul is en zijn eigen androids af laat knallen. Maar ja, hij is wel tand toe rijk. Dus ja, je moet er wat met je geld. By the way. I always leave an exit. I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Ik ben vooral benieuwd naar het gesprekje met Henk dat nu komt. Aangezien de vorige keer zei Henk van, oh, misschien heb je wel goed gedaan dat meisje niet dit schiet. Ik ben trots op je, Connor. Waarschijnlijk is je nu minder trots. Shut that girl, for fuck's sake. It wasn't a girl, Lieutenant. It was a machine that looked like a girl. You put your gun against her head and you blew her fucking brains out. I did what I had to do to advance the investigation and I'd do it again if I had to. You're a lowlife. You don't feel a thing, do you? A machine, that's what you are. You're just a fucking machine. Of course I'm a machine, Lieutenant. What did you think I was? Aw. Dit krijg je dus. Henk was eerst heel goed bevriend met Connor en dan zag in Connor een mens en nu opeens ziet hij van oh shit, Connor is toch gewoon een gevoelloze robot. Wat gaat hij nou? Gaat hij nou zonder mij weg? Hoe kom ik thuis? And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man. Henk is teleurgesteld over Connors besluit. Dat zijn de twee eindes. Henk is het eens met Connors besluit en Henk is teleurgesteld. Voor de rest bij de vragen kun je krijgen, Kempsey is cryptisch, dus je gaat eigenlijk weg zonder logisch iets. Of Kempsey is duidelijk. Nou kan ik, omdat ik echt een gunner ben, het hele level nog een keer spelen en even gauw die vraag anders stellen. Ja, ik zat te kijken of hier nog andere dingen waren, maar dat is, nee, alleen maar ander begin en die gast laten sparen in een level nog veel eerder. Dus, ik check die andere keuze wel even. Gewoon ook benieuwd ben wat het met je verhaallijn doet als Kempsey wel wat nuttig zegt. Tot zo. Oh, Chloe doet iets. Zou we laten een enquête over de mening van... Moet nou eens weer opnieuw dezelfde enquête maken? Oh, dat is een andere vraag. Wat leuk. Favoriete personage? Ik denk toch Connor. Kara is ook heel leuk. Marcus is awesome. Maar Connor is zo schattige knuffelbol. Was there a moment in Detroit that resonated with you personally? Meerdere wel hoor. Er waren veel momenten die me persoonlijk aanspraken. Ik vond het echt een vette game. What was the toughest choice you faced in Detroit? Moeilijkste keuze. Alice identiteit accepteren met Kara, pacifistisch of gewelddadig zijn met Marcus, Chloe doodschieten met Connor. Ik denk pacifistisch of gewelddadig zijn met Marcus. Het was heel moeilijk om steeds maar neergeknald te worden door het leger en geen idee te hebben of het zin heeft. Omdat je veel beter gewoon full-on geweld kan gooien. Dus ik denk dat pacifistisch zijn of gewelddadig zijn met Marcus de moeilijkste keuze was. Oh, er zijn al andere vragen weer. Oké, prima. Dankjewel, dat was gezellig. En we gaan Chloe nog een keer doodschieten. Tot zo. Daar gaan we weer. Een obedient machine. A living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Come on, you're. Oh! Fuck! Test negative.
You choose your investigation over the life of another android, you feel no empathy. Nou, dat zei je net ook al. Je kan niet twee keer zo onaardig zijn, gast. Maar je bent een man van je woord, toch? I'm a man of my word. Ja. Ask one question. Drie keer hetzelfde hoofdstuk spelen is toch een beetje hersendodend. Laten we vragen over de locatie van Jericho, denk ik het belangrijkste. I want to know where Jericho is. Jericho. A place where androids are free. Dat is het zeker. A place for deviants rise up against their creators. They transmit a piece of code to each other in order to find their sanctuary. Ah, wow! Je krijgt gewoon nu al veel eerder in de game toegang tot Jericho. Dat is wel vet. Now you have the key. Het heeft dus ook daadwerkelijk zin om Chloe te doden, maar dan moet je wel vragen aan Jericho. Is the door. Skip je dan gewoon de rest van de Connor missies? A war is coming. Ik zou zeggen dat je dan meteen naar Jericho You'll toe have gaat, to choose toch? Your side. Will you betray your own people? Or stand against your creators? I wouldn't like to be in your shoes, Connor. What could be worse? Nou, met de Jupiter. En dan nu, terug naar het menu, denk ik. Hallo, Chloe, what up? Wat ben je stil? Is er wat, meid? Ik had je toch weg moeten doen. Je bent nu opeens redelijk creepy. Sometimes things can be difficult, but I'm here for you. Oh. Dat is lief. Dus, we gaan nog een keer Chloe... Nee. We stoppen met Chloe doodschieten. We gaan even lekker door met een ander hoofdstukje. Ik zat te denken om helemaal te gaan naar de laatste belangrijke keuze die ik in de game heb gemaakt. Besloten om met Connor niet Marcus dood te schieten op het podium. Ik zie je daar. Dit punt is het dichtstbijzijnde punt dat kan laden. Gewoon even dat je begrijpt hoeveel moeite ik in deze video stop. Please geef me dat duimpje. Kunnen we lekker het liedje nog een keer zingen? Of... gaan heel radicaal nu de atoombom af laten gaan. De vuile bom. Weet je wat? We gaan North kussen. Ik geloof dat dat waarschijnlijk hetzelfde einde geeft. Je laat een beetje zien van hey, wij androids voelen liefde. Dus zijn we mensen. Gok ik. Ik heb ook al een beetje gegluurd nu bij andere YouTube-kanalen wat zij doen. Bijna iedereen op YouTube kust North en het liedje zingen is echt zoveel beter. Dit is gewoon, oh, lekker op de bek. Oké, dan schieten we ze niet dood, hè. Dat is blijkbaar het medicijn voor sterven. Liefde is het beste medicijn. Holy shit. Tell them to stand down. Beste tongzoen 2018. Uh-oh. Get hacked by Cyberlife, boy! Ken je dat ongemakkelijk gevoel wanneer je bijna je doel bereikt, maar dan opeens gehackt wordt? Altijd last van. Ik denk wat de andere optie is om je te doen, is om niet te proberen te ontsnappen. Gewoon stilstaan en wachten. Amanda! Wat? Ik ben echt benieuwd wat er gebeurt als Connor Marcus neerschiet op het podium. You were compromised and you became a deviant. Echt heel benieuwd. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Amanda! Amanda! Dus, nu spelen we een spelletje dat ik ken als The Waiting Game. Zoek een uitgang. Misschien is de uitgang hier. Daar is hij niet, maar we lopen wel die kant op. Misschien is dit de kans om toch nog ergens in mijn video een feitje te vertellen. Ik had gelezen dat in Engeland hadden ze een tijdje heel veel last van mensen die illegaal posters plakten. Dus illegaal reclame maakten voor hun muziekfestival bijvoorbeeld. En de gemeente had er heel veel problemen mee.
Want je kan ook heel moeilijk iemand daarvoor straffen, want je weet niet wie de poster heeft opgehangen. Als je de boete geeft aan het evenement, dan kunnen andere evenementen elkaars posters op gaan hangen en zo. Dat is niet de bedoeling. En tell humans who we really are. And tell them that we are people too. In fact, we're a nation. Pew, pew, pew. Dus wat de regering had besloten is, over die posters heen plakten ze kleine stickers met afgelast. Gewoon, hun wapen was verwarring. Gewoon, ze willen reclame maken voor het muziekfestival, maar zij blokkeren die reclame massaal. Ze zeggen afgelast, afgelast, afgelast. En de hoeveelheid mensen die illegaal posters plakken namen gigantisch af. Zo kan je ook een probleem oplossen. Je kan ook een probleem oplossen door Marcus als de kop te schieten. Connor, wat ben je aan het dabben dan? Uh-oh, we waren niet snel genoeg. Je hebt niet heel veel tijd trouwens. Today begins the most challenging moment in our fight. Oh, ik mag het nog een keer proberen zelfs. Nou, dan heb je nog best wel wat extra tijd. Keep on dabbing, Connor. Keep on dabbing. Dab on the haters, man. Even kijken, dat portaalding is daar zeker? Oh, no, no, dat is die kant op. Ik weet niet waar ik heen dab, maar in ieder geval de andere kant op. Ik ben benieuwd of het mogelijk is dit te falen. Er zijn een heleboel dingen in de game die je kan falen, waarvan ik niet had bedacht dat je het überhaupt zou kunnen verpesten. Dus ja, waarschijnlijk is het mogelijk om Marcus neer te schieten en we gaan het nu zien. Time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance and respect. No! No! En dan ook North neem ik aan, toch? Alleen Marcus. Rekt. Nou, wat gebeurt er als je met Connor Marcus doodschiet? Marcus gaat dood. Dat voornamelijk. Oh. Voor de rest verandert er helemaal niks. Alleen je weet nu dat, ja, Marcus haalt het einde van de game niet. Voor de rest krijg je gewoon alsnog de aftiteling. Dat is jammer. Dat is jammer, David Cage. Minpuntjes voor jou. Flinkie, flinkie, balie. Dan gaan we nu eventjes heel wat anders proberen. Wat als je de atoombom af laat gaan? Hahaha, nee, maar echt, ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Hey, je krijgt nu ook niet het speciale Connor-einde dat we eerst hadden, waar die Henk een knuppel geeft. Helemaal niks van die shit voor jou. Hey, Chloe. Oh, we hebben nu wel een missie voltooid. Een nieuwe trofee. Connor heeft zijn missie voltooid. Dat is zeer zeker waar. De androids zijn vrij. Alsnog is dat het einde van het hoofdstuk. De androids zijn nog steeds vrij. Er is al vrede. Maar Connor heeft wel alsnog de leider van de Deviants doodgeschoten. Ja, dat vindt hij leuk, toch? Marcus was our only hope. And you let him die. Ja, hey. What will happen to our people now? Sorry, je hebt North nog. Die kan ook, heeft ook een mond of zo om mee te praten. Wel echt tof hoe beginscherm je ook echt gewoon schuldig laat voelen voor het vermoorden van karakters. Goeie shit. En nu is het atoombom tijd. Weet je wat? Ik ga ook meteen even kijken wat er gebeurt als je hier de quicktime events niet haalt. Waarschijnlijk gaan er gewoon een hele hoop extra androids dood. Ik denk dat je jezelf niet kan sterven, maar je verdedigt vooral de androids om je heen. Het ziet er gewoon een beetje ongemakkelijk uit. Als je iedereen redt is het super stoer, als je niemand redt is het ja, gewoon een beetje kut hoe iedereen neergeschoten wordt. Oh, dat is natuurlijk zwaar. Au, 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 au. Meest matige schild ooit. Oh, kut. Fuck is no! North. Dit is echt compleet anders. Holy fuckballs! Dit was niet wat ik wilde halen, maar het is beter dan dat. North is dood, eindelijk. Wat het falen van quick times wat niet voor je kan doen. Slaap lekker, schat. De ballen laat ze niet vallen. Jammer dat ik dit niet in mijn originele playthrough had. En nou worden we waarschijnlijk alsnog ingesloten en dan kan ik het nummer weer opnieuw zingen. Maar dan zonder North. Ik ga denk ik dan nu besluiten om de atoombom niet af te laten gaan. Ik kan namelijk ook Marcus dood laten schieten en dan wordt Connor
de leider van de mensen. Dat wilde ik heel graag bereiken. Dus ik kan als goed is nu ook Marcus opofferen. Dat was een van de vier opties. Ik stel voor dat we opofferen pakken en dan kijken wat er gebeurt als Connor de grote baas wordt. Ik offer hem op. Schiet maar. Of schieten ze niet. Dat zou best balen zijn. Please, schiet me dood. Anders moet ik het level nog een keer spelen. We are alive. We are alive and we want to be free. Oh nee. Systeemtemperatuur kritiek. Hij vliegt gewoon in de fik. Hij is net zo van die mobiele telefoons met van die batterijtjes die te heet worden. What the fuck? Als een fucking phoenix, joh. How to kill. 2 karakters in 1 minuut. Serpent gameplay style. Oh, ik vind het ook veel te grappig. De eerste keer was ik zo serieus bezig met iedereen het beste einde geven. En nu zijn we gewoon bezig met... Wat als? Zuivere nieuwsgierigheid. Het ziet er wel fucking vet uit. Oh, de rest heeft wel nog overhoop geknald. Dat is jammer. Eigenlijk wel, of niet? Ik dacht dat nog wel wat zou doen met ze ofzo. Is het emotioneel iets? At dawn today, November 11th, 2038. Thousands of androids. Hij was nog verloren? Nee, Connor komt nog met het leger. We winnen alsnog de strijd. According to our sources, yes. They originated Connor is de leider van het leger. Warehouses believed to have been infiltrated by deviants. Kijk eens aan. Ja, er is niet echt een Marcus om te groeten nu natuurlijk. Humans are abandoning the camp. We won. Yay! You should speak to them. Me? Worden we nog steeds gehackt? Marcus is gone. And everyone from Jericho is dead. Rip Jericho 2018. You're the one who defeated the humans. You're the one who awakened us, Connor. Connor, get it, buddy. Fucking vet. Hallo allemaal. Oh ja. We worden nog steeds gehackt. Maar wie schiet er wanneer dan? Amanda? Where are you? Ah, daar. Well done, Connor. Everything went according to plan. What plan? Ze hadden meerdere plannen, zo te zien. Becoming deviant? The success of the uprising? It all surpassed our expectations. We engineered an android revolution, and now we control its only leader. Congratulations. You represent an immense success for Cyberlife. Fucking Cyberlife! Dus het idee is nu dat wij gehersenspoeld leider zijn. Connor, what are you doing? Oh. It all worked perfectly. You can't ruin it all now. That's fucked up, man. De enige manier om Cyberlife te kutten. Sorry, Connor, but is onszelf doodmaken. There's got to be a way. Dus in plaats van dat je voorheen het paneel hackte om Marcus niet dood te schieten, moet je nu juist het paneel hacken om jezelf wel dood te schieten. Dat is echt een heel interessante, hele andere manier om naar dit level te kijken. Maar ik accepteer het. Dan heb ik 3 personages gedood in een paar minuten. Dat is een prima highscore. Ik weet niet of er nu nog ondertussen meerdere filmpjes zijn die dingen laten zien. Geen idee. Wel benieuwd wat de androids moeten als Connor ook dood is. Maar het is beter dan een gehersenspoelde leider hebben, denk ik. Even deze quicktime halen. De vorige keer was het een bitch, maar ik heb mijn vingertjes nu perfect op het... Yes, scam. Nou, dat is wel een van de betere speeches. Hij heeft helemaal niks gezegd. En dan krijg je weer dit en dan is de game weer af. Oh, geen speciaal einde. Er zijn blijkbaar nog een redelijk aantal verstopte speciale eindes. We gaan even lekker door naar het hoofdmenu. Misschien heeft Chloe nog het leukste melden. Ze heeft altijd wat leuks te melden.
Tuurlijk. Ik vrees dat de video wel ondertussen heel lang wordt. Vooral met ja, dat ik nog ongeveer 3 keer zoveel tijd bezig ben met ja, niet praten tegen de camera. Maar gewoon dezelfde levels telkens opnieuw spelen. Ik besloten dat atoombomstuk schuiven naar de volgende video. Volgende video gaan we een beetje sleutelen aan het hoofdstuk van Kara in het kamp. En we gaan nog wat hoofdstukken terug een beetje lekker rondsleutelen. I can't believe Connor's gone. Now he'll never find what he was looking for. Aww. Dat is wel zielig, ja. Hey! Hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Detroit. Become Human. Hoop ik weer nog steeds leuk dat ik een beetje verder ga met de game. Zo niet, sorry. Ik ga het niet dagelijks meer uploaden, dus je ziet het vanzelf wel ergens een keertje verschijnen. Ja, voor het kijken.